De overheid kan niet in één keer de volledige verhoging van 25% uitbetalen aan ambtenaren. Daarom is besloten om in de eerste fase een 17% looncorrectie door te voeren. Dat is de reden waarom de onderwijsbonden afgelopen dinsdag het bod van de regering van 17% hebben geaccepteerd. Reshma Mangre, voorzitter van de BVL ALS, met wie onze redactie vandaag sprak, verduidelijkt dat de looncorrectie dus in twee ronden zal worden uitbetaald. Er is bereikt 25% met dienverstande dat het wordt verdeeld in twee tranches. De eerste tranche is 17% en de tweede tranche is 8%. En dat wordt in juli gegeven. Er is op geen enkel moment daarvoor woord dat het 17% wordt. Er is afgesproken, akkoord is bereikt. In het bijzijn van de minister van Financiën. 25% met die verstande dat we het gaan spreiden. Dat er nu 17% wordt gegeven, omdat er ook nog een TWK komt eind maart. En dat die 8% wordt meegenomen in juli. Met die verstande dat het niet inclusief is, maar exclusief de loonronde van juli. Dat is wat is overeengekomen. Nou, wat is er nog meer overeengekomen? U weet dat de loonronde zou ingaan vanaf januari 2022. En je weet, de werkende klasse, wij die ze vertegenwoordigen, wij hadden haast. En we hebben de regering gezegd, wanneer komt die loonronde? En heel wat ambtenaren, zeker de werkende klasse, heeft reikhalzend naar uitgekeken van wanneer is dat moment er. Dus die TWK van januari wordt uitbetaald in maart en die TWK van februari wordt uitbetaald in april, eind april. Gisteren zei voorzitter Atompay van de politiebond aan onze nieuwsdienst dat zij een looncorrectie van 85% willen. Ook zij weten dat dit niet in één keer kan worden betaald. En juist daarom willen zij in eerste instantie de 25% looncorrectie. Mangre meent dat er in het tripartiet akkoord is meegenomen dat er naar het aspect van het prijzenbeleid zal worden gekeken. Verhogingen en inflaties gaan nou eenmaal niet samen, zegt de BVL als voorzitter. Dus er moet een agressief beleid worden gevoerd op dat prijzenbeleid. De controle is belangrijk, de handhaving is belangrijk. Want we kunnen niet ervoor zorgen dat terwijl wij hier verhogingen krijgen, dat het op den duur niks voorstelt. De verhoging, de bruto verhogingen variëren tussen 158% en 45%. En de netto verhogingen liggen tussen de 15 en 25%. Laat de klussen van ministers bij elkaar komen. EZ en Financiën en nog een aantal ministers. Om te kijken hoe gaan we dat beteugelen. Toch anders heeft die verhoging geen zin. Het heeft geen zin. Dan kunnen we duizenden gaan toekennen. Maar als de prijzen in de winkels gaan verhogen. Als straks een brood melk of een pakje brood of een pakje melk 100 SRD wordt. Dan hebben we niks bereikt. Mangre heeft aan de regering een voorstel gedaan om liever de eerste levensbehoefte te subsidiëren. Om ervoor te zorgen dat handelaren en winkeliers niet gaan overdrijven bij elke kleine toekenning van een loonsverhoging.